draaien. Hierin zitten alle strips die ik heb getekend vanaf mijn 7e ongeveer. Uiteindelijk zijn dit wel de strips waarmee ik naar de kunstacademie ben gegaan. Daar mij heb aangemeld. He liked being an observer outside of the inner mix of student activity and didn't seem to need approval in the same way that the other students did. Kijk, dit soort dingen vond ik inspirerender dan abstracte kunst of zo, of Bauhaus-achtige dingen. De theaterwereld was eigenlijk wel veel meer geschikt voor mij dan de ontwerpwereld en de designwereld. Met name in programma's Creatief met Kurk, Theo en Thea en zo. Al mijn ideeën werden met veel plezier ontvangen, dus dat was voor mij echt een verademing, weet je wel. Dat had ik gewoon nog nooit meegemaakt. Ik kreeg dat nergens, ik kreeg juist overal afwijzingen altijd. Photoshop zag, had ik zoiets van, Jezus, dat moet ik ook hebben natuurlijk. Ik kon niet meer slapen, gewoon, van de ideeën die ik allemaal kreeg. His work took my breath away, and I mean that literally. Self-portrait when I was about 6 years old. Yeah. He actually manages to bring out that section that is pure, simple, deep. People will say it's not photography, but of course it is. It's a different form of photography. It's a new type. It's a 21st century photography.